Toen het bombardement van 75 jaar geleden afgelopen vrijdag werd herdacht, was er één persoon die in het speciaal werd bedankt. Jos Dekkers verzorgde vanaf 2006 het onderhoud van vier graven van jonge Drutense oorlogsslachtoffers. Het gemeentebestuur vond het gepast om de heer Dekkers in het zonnetje te zetten. Nu het 75 jaar geleden was dat het bombardement plaatsvond. Jan Dekkers werd hartelijk bedankt voor zijn spontane daden toen hij op de herdenkingsdag een lintje en een fraai boeket ontving. Samen met de Drutense wethouder Chef van Elk bezocht Jan Dekkers kort voor de herdenking de begraafplaats. Bij de vier gaven, waaronder het graf van Wim Dekkers, een oom van Jos, werd stilgestaan.